Op de fase van willekeurig kleurgebruik volgt dat een kind een meer bewuste keuze gaat maken in het gebruik van kleur. Het kind ontdekt het onderscheidend vermogen van kleuren en zal kleuren functioneel toepassen om verschillende lijnen en vormen duidelijk te kunnen scheiden van elkaar. Dit heet functioneel kleurgebruik. Een kleur wordt daarna ook toegepast op het hele object, bestaande uit samengestelde vormen en lijnen. Vervolgens gaat het kind objecten coderen met kleur. Ter illustratie volgt eerst een fragment uit een computerspel van Lego. De Lego-poppetjes zijn samengesteld uit geometrische vormen met elk een eigen objectkleur. Vormen met dezelfde kleur hebben in dit voorbeeld een duidelijke relatie tot elkaar, zoals bijvoorbeeld de gele hoofdjes en handjes, maar zijn verre van natuurgetrouw. Dit heet schematisch kleurgebruik. In kindertekeningen is schematisch kleurgebruik duidelijk zichtbaar bij bruine bomen, groene bladeren, blauw water, geel strand en de roze huid.